Hoi, ik ben Ilona en in deze video, of korte video, wil ik eigenlijk ingaan op karma. Ik snap dat daar gewoon een heleboel visies op zijn. Dit is hoe ik het zie. Ik heb het volgens mij al eens een keertje in een live besproken of in een video besproken, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik dacht, ik maak er nog even een korte video van. Dan kunnen dat mensen dat altijd later nog een keer terugvinden als ze dat willen bekijken. Dit is mijn perspectief. Kijk altijd hoe het voor jou resoneert. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Nou, karma zie ik heel kort gezegd. Karma is het gevolg van je keuzes. En of je die keuzes nu bewust maakt of onbewust, maakt daarin niet zoveel uit. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te realiseren. Ik heb natuurlijk zelf ook regressietherapie gehad. Ook in levens terechtgekomen. Waarvan ik helemaal niet bewust was. Ik begreep er helemaal niets van. Ik was alleen maar heel erg boos. Wat wel terecht was door het vorige leven dat ik daarvoor had. Maar ik was totaal niet in staat om naar mezelf te kijken. Om daarin wat te veranderen. Maar goed, dat was ook weer nodig om te ervaren. Want uiteindelijk groei je wel. Hoe meer je dingen meemaakt. Maar goed, ik heb dus daarin dat leven een heleboel onbewuste keuzes gemaakt. Die niet tot een fijn resultaat leiden. Dat kan dus. Maar het is heel belangrijk om te begrijpen met karma. Het is eigenlijk de keuzes die je maakt. En hoe bewuster je wordt, hoe beter je natuurlijk keuzes kunt maken ten goede van jezelf. Ook als je aan een leven begint, heb je een zielscontract. Daarin zet je alvast wat punten wat je zou willen doen of willen gaan doen of aan wilt werken in dit leven. En daarvoor kies je ook je ouders uit. Zij kiezen natuurlijk ook jou uit, want zij hebben natuurlijk daar ook keuzes in en contracten in. Maar goed, het is eigenlijk één keuzegeheel, want we zitten hier in de vrije wilzone, dus het gaat ook om keuzes. En het kan heel goed dat je dus een bepaald zielsplan hebt afgesproken. Je maakt keuzes om naar de aarde te komen, om in een bepaalde familie. En maar het kan heel goed dat je opgroeit en dat je natuurlijk een deel kwijt bent geraakt van wat je ook alweer zou horen te doen. En dat je die dus op een andere manier keuzes maakt, waardoor je bijvoorbeeld ook vaster in patronen komt te zitten waar je juist uit wilde komen in jouw zielscontract. Dat kan ook. Het kan ook voor je ouders. Ik vond dat trouwens een hele interessante vraag afgelopen live. Dat iemand vroeg, ja maar als kinderen voor hun ouders kiezen, waarom hebben ze dan op een gegeven moment geen contact meer met hun ouders? Het kan heel goed dat het natuurlijk de bedoeling was dat ze samen zouden groeien. Het kan dat de kinderen bij die ouders kwamen, zodat de kinderen konden groeien en dan de ouders kunnen groeien. Want vaak hebben ze ook met zielsfamilies te maken om elkaar daarin te helpen. Maar als de ouders dan kiezen om wat voor reden dan ook, om geen keuzes daarin te maken of toch in het oude te blijven hangen. En helaas zijn er heel veel dysfunctionele ouders die daarvoor geen hulp zoeken of geen hulp kunnen vinden of niet de hulp die ze nodig hebben. En dat heeft dan ook weer de gevolgen voor de kinderen. En daardoor kunnen kinderen een latere leeftijd besluiten om het contact helemaal te verbreken, omdat het gewoon niet goed voelt. En dat kan ook trouwens nog een les zijn van het zielscontract. Dat het misschien die ouders niet de, ja, hoe noem je dat, er misschien niet eens voor kiezen om te groeien, maar dat het voor die kinderen nodig is om bepaalde stukken door te maken. Het kan er allemaal, het is moeilijk aan te geven, maar we zijn niet ergens waar we niet horen te zijn. En dat is met je leven ook. Als je goed bekijkt naar je eigen leven, als ik naar mijn eigen leven kijk, er zijn keuzes die ik heb gemaakt die me eigenlijk, zeker toen ik nog jonger was, in steeds grotere problemen hebben geleid. Omdat ik bepaalde dingen niet onder ogen wilde komen. Ik wilde bepaalde stukken niet aangaan. Ik had de neiging om dingen weg te duwen. Nou, ik denk dat vele mensen dat wel herkennen of zien bij andere mensen om hen heen. Als mensen dus niet hun stukken aangaan, niet met bepaalde dingen willen omgaan, worden de lessen, en dat is maar de vraag of de lessen zijn, het zijn eigenlijk gewoon kansen om dus weer verder te groeien. Maar die kansen worden steeds zwaarder, omdat je steeds vaster komt te zitten in een bepaald patroon. Daarom degene die bijvoorbeeld heel erg in die slachtofferrol zitten, die komen daar zeer waarschijnlijk ook niet meer uit. En dan zal het ook steeds erger voor ze worden, omdat dat is wat ze uitstralen. Ze doen niets aan een stukje in hunzelf, gaan niet met hun pijn overweg, doen niks aan hun allerlei stukken die ze tegenkomen. En dat kunnen hele erge dingen zijn hoor. Ik ga niet zeggen dat iemand niet hele erge dingen heeft meegemaakt, maar er zijn ook andere mensen die erge dingen hebben meegemaakt en er juist op een hele andere manier uitgekomen zijn.
En dat is uiteindelijk ook de bedoeling, dat je ervan groeit en dat je verder gaat, verder evolueert. Maar als je dat niet wil of niet, ja, niet kan, of je blijft vastzitten, zoals ik net al aangaf, wie weet is het bewustzijn er ook niet. Als mensen niet naar zichzelf kunnen kijken, ja, dan is er ook geen plek voor bewustwording. Dan zal dat steeds vaster en vaster komen zitten, wat hun dan uiteindelijk in hun volgend leven en een leven hier, het tussenleven zo gezegd, waarin ze dan dingen allemaal kunnen doornemen. Zo kunnen ze weer verder gaan en dan andere keuzes maken. Uiteindelijk gaat het erom dat je dus andere keuzes maakt. Ik zie karma dus ook niet als straf. Sommige mensen zeggen dan van als je goede keuzes maakt, krijg je goed karma. Slechte keuzes, slecht karma. Maar voor mijn gevoel is karma gewoon neutraal. Het zijn de keuzes die je maakt. Dus als jij niet zulke goede keuzes voor jezelf maakt, wat voor manier of niet goed voor jezelf zorgt, dan heeft dat gevolgen en dan zal je dat ook in je leven gaan zien. Terwijl als je steeds beter voor jezelf gaat zorgen en meer van jezelf gaat houden, zal je natuurlijk ook steeds betere keuzes aantrekken en steeds betere situaties, omdat dat past met jouw energie. Dus het gaat om jouw energie en dus de keuzes die je daarin maakt. Ga je wel met bepaalde stukken om, ga je daar niet mee om, ga je het negeren, dan zal dat gewoon gevolgen hebben. En karma is dus eigenlijk heel neutraal. Het reageert gewoon op waar jij mee aankomt. En dat zie je terug. En helaas natuurlijk al een paar jaar terug, we zien nu doordat de energie zo snel is, dat dingen nu ook veel sneller, voor mijn gevoel in ieder geval, zich aan je manifesteren. Maar het kon soms jaren duren voordat iemand de gevolgen zag van keuzes die ze dus jaren geleden hebben gemaakt. En vaak zagen ze ook heel het verband niet tussen die keuzes. Ja, we hadden niet het gevoel dat zij die keuzes gemaakt hebben, maar die keuzes waren al heel lang geleden gemaakt. En omdat de energie natuurlijk zo dicht was, duurde het gewoon langer voordat het resultaat zichtbaar was. Maar ik heb het gevoel dat we nu veel sneller zien van dat dingen veel sneller zichtbaar worden. En dat zal voor sommige mensen best beangstigend zijn. Zeker als ze daar niet bewust in zijn, dan zal het ook steeds lijken alsof we echt ten onder bij wijze van spreken gaan. En voor mijn gevoel dan niet. Dat heb ik natuurlijk al vaker aangegeven hoe ik erin sta. Maar we zien nu steeds sneller de gevolgen van onze acties. En het is heel belangrijk om te realiseren dat wij dit dus in gang zetten. Doen we dit bewust of doen we dit onbewust? Kunnen we naar onszelf kijken? Kunnen we dingen in onszelf veranderen, helen en daardoor groeien? Dan zullen wij een steeds betere tijdlijn uitkiezen, want dat ligt aan onze energie. Kiezen we ervoor, bewust of onbewust, om toch niet aan bepaalde stukken te gaan om te blijven hangen in negatieve energie, in woede, in pijn, in angsten, dan heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor de tijdlijn waarin we komen. Dus eigenlijk zie ik karma gewoon als keuzes die je maakt en de gevolgen dan eigenlijk van die keuzes. Ik zie ook niet als je bepaalde lessen, zoals het gezegd wordt, elke keer terugkomen, dan betekent dat gewoon dat je het nog niet geheeld hebt. Het zijn kansen om te helen. Alles wat je meemaakt, dingen die op je pad komen, zijn allemaal kansen. Zo zie ik het ook. Daarom als er dingen in mijn leven gebeuren, denk ik, wat zegt dit? Wat gebeurt er nu? Wat kan ik hiermee doen? En ik denk dat als je die houding hebt, dat je dan al veel prettiger in het leven gaat staan. Want je begint het leven ook te vertrouwen. Want je begint dan ook te begrijpen dat het niet is om jou onderuit te halen of om jou pijn te doen of dat je straf krijgt of dat je iets verschrikkelijks gedaan hebt en dus straf krijgt. Als je dat gelooft, zal je dat natuurlijk ook creëren, helaas. Maar dat je begint te begrijpen dat jij degene bent die dit dus creëert. Dan als je dat begrijpt, kun je je eigen leven gaan vertrouwen en kun je veel betere keuzes maken. Maar dat gaat er wel om dat je durft te kijken naar jezelf, naar je schaduwkanten en dat je daar natuurlijk ook stappen in zet. Natuurlijk het allerbelangrijkste dat je je energie opschoont, want dan kom je die dingen niet meer tegen. Want karma zijn de gevolgen van jouw keuzes. En de energie, natuurlijk als jij keuze maakt, heeft dat weer gevolgen voor jouw energie. Verander je die energie, dan maak je ook weer andere keuzes. En dan heb je weer andere gevolgen. Hier wilde ik het graag bij laten en hopelijk tot de volgende video. Dag!